is prima. Even verderop, die kant op eigenlijk, waar duizenden mensen op dit moment staan te wachten op de selectie van Go Ahead Eagles. Maar bij mij staat op dit moment een heel bijzonder iemand. Dat is Chris Scholten. Chris, jij bent groot Go Ahead Eagles fan. Je krijgt applaus op dit moment van al die fans. Eagles fan, laat je horen. Chris Scholten hier. Ja, dankjewel jongens. Geweldig. Chris, jij bent ziek. Wat heb jij precies? Ik heb leukemie voor de derde keer. Ik heb de vorige keer al vijf jaar lang ongeveer gestreden voor de tweede. Ja, sinds kort heb ik het weer. Ja. En je hebt een hele bijzondere band opgebouwd met de eerste selectie van Go Ahead Eagles. Wat hebben jullie allemaal samen gedaan? Nou ja, videoboodschappen doorgestuurd. Ik heb Go Ahead Eagles, zoals jullie weten, al een schilderijtje gegeven. En ja, Oren Desert Bar is op mijn verjaardag geweest. Er is zojuist iets heel bijzonders gebeurd, natuurlijk enkele uren geleden. De promotie van de Eagles. Ja, vertel maar, jouw gevoel, jongen. Wat ging er door je heen? Dat is een clichévraag, maar zeg het maar, schreeuw het uit. Ah, ik was heel blij. Natuurlijk. En iedereen op die plein. Wow! Helemaal geweldig, natuurlijk. De vader van Chris staat hier ook. Ja. Er gaat zo meteen iets bijzonders gebeuren. Ja, heel bijzonder natuurlijk. Is het geheim? Het is misschien een klein geheim. Het is geen geheim meer, want hij staat ook op de site van Go Ahead Eagles zelf. Okay. Dus ja, Chris die gaat zo gewoon de gouden stier uitreiken aan de spelers. Ja. Dus gewoon kippenvel moment voor ons. Ja. Wat betekent dat voor jullie? Ja, applaus wederom van al die Eagles die Chris steunen, die de Eagles steunen, die één grote familie zijn. Chris, jij gaat het zo meteen doen, de gouden stier. Wat een geweldig moment. Ja, heel erg. Ja. Zenuwachtig? Een beetje. Okay. In je onderbuik? Nee, daar niet. Oké, dat heb ik altijd. Als ik zenuwachtig word, zit het in mijn onderbuik. Niet bij Chris. Zometeen gaan we het beleven. Hier, naast de Adelaarshorst. Dan komt de spelersbus voorrijden en gaan we de Eagles huldigen. Terug naar die Chris Scholten. Want op Facebook zagen we ontzettend veel filmpjes. De spelers hebben die jongen heel erg geholpen. En ook een soort van wisselwerking. Dat past ook wel bij de club Go Ahead Eagles. Ja, nou ja, goed. Kijk, dit is dan zo'n thema waar je van kippenvel zelf van krijgt als je hier zit alleen al. En ik kan me in zo'n vader en in zo'n jongen. Het is natuurlijk fantastisch dat jouw club waar je zo gek van bent, dat die in de prijzen vallen. En dat die club dan ook wat teruggeeft. En dat hoort ook bij zo'n club. Go Ahead is een ploeg van het volk. En dat merk je dan ook. Dus ik ben apetrots dat ik daar ook heb gewerkt. En als ik dit dan terugzie, dan denk ik van, dan ben ik blij dat ze het gehaald hebben. Ja, toch knap van een club dat ze hem de gouden stier aan de spelers toe laten uitreiken. Nou ja, goed, het is een optelsom hè, van zo'n heel jaar. Dat ze zeggen van, nou, mocht er wat gebeuren, wie komt er dan voor in aanmerking? En dan komt er geen kopstuk vanuit de KNVB om dit te doen. Dan hebben ze bedacht dat het beste bij hun club zou passen. En nou ja, goed, ik denk ook dat dat de meest logische keuze is als je die kans krijgt om dat als club te doen. Ja, de gouden stier is omdat ze de play-offs gewonnen hebben. Ja. Ja, dus heel mooi gebaar. En we zeggen, als je hier zit en je hoort het verhaal al. Ja. Nou, en mensen die daar nog meer bij hebben betrokken, die zullen nog meer vinden dat het moet gebeuren. Dus ik vind het een perfect initiatief. Ben je dat ook als voetbalclub verplicht? Heden ten dagen? Nou ja, het hoort. Je bent een voorbeeldfunctie. En ik denk ook, wij zitten hier nu gezellig met z'n drieën en nog een aantal mensen die hier werken vandaag. Ik vind ook dat je een taak hebt om met name ook eens wat terug te doen. En dat kan niet altijd, want je wordt overal voor gevraagd. Maar er zijn momenten, ook als club en ook wij als topsporters of ex-topsporters, het maakt niet uit, dat je vaak dat je kent. Ja, ik heb ook vaak jou met het G-voetbal in actie gezien. Je bent coach geweest, daar zag ik echt fantastische filmpjes. Ja, nee, maar ik vind ook dat het erbij hoort, hè. Want we zeiden toen altijd van zo'n G-team, dan krijg je in één keer 20 nieuwe vrienden. En dat is dan ook zo. En dat is echt geweldig om te doen. Dus sommige dingen zijn dan nog leuker om voor die mensen op te treden, dat je naar de Champions League wedstrijd moet doen. Ik heb je nog nooit zo streng als trainer gezien voor die jongens. Ja, trainen. Ja, dat moet ook. Dat moet ook. Dat moet ook, hè. Wedstrijd bespreken, fantastische film. Het is zo mooi, wij gaan ook al de scheidsrechter naar Baren terug naar het Dat is wel lastig, want je hebt er nog gasten tussen zitten. Ja, die willen winnen. Ik heb het ook gehad, hoor. En dan zag je ze staan en dan, hey Bas. Ik denk, nou, een vriendelijke jongen. Ik zeg, hey, hallo, ik mag jou niet. Nou, dat is ook weer lekker. Dus ze krijgen dan ook weer dat. Ja. Ze zijn ook heel eerlijk, hè. Ja. Geweldig, hoor. Marijke. Ja, nog even over Chris, want hij heeft ook een hele bijzondere videoboodschap aan het eerste elftal gestuurd voor deze wedstrijd. En dat heeft dus schijnbaar een steuntje in de rug gegeven. En die wil ik jullie toch niet onthouden. Chris, je komt hier op. Ik moet strijden tegen mijn verkeerde soldaatjes. Jullie tegen de graafschap. Ik voor mijn leven, jullie voor promotie. Voor mij beide belangrijk. Knokken waarvoor je waard bent. Dat is het motto, dan komt er zeker weten winst uit. Eagles, succes!
Kom op dan. Ik heb veel van natuurlijk. Ja, dit lijkt me ook heel lastig voor Chris om dat in te spreken eigenlijk. Ja, en hij heeft dat gedaan in het Radboud ziekenhuis, in ziekenhuis TV studio. En daar mocht hij het opnemen. En hij heeft het via YouTube ook naar de selectie gestuurd. En die hebben het ook alweer geretweet. Dus die hebben het ook allemaal zeker gezien voor de wedstrijd. En ze hebben gewonnen, dus het heeft waarschijnlijk zin gehad. Ja, toch mooi dat... Het is ook voetbal, hè? Ja, nee, dat vergeten we wel eens met ons. Ja, we hebben heel vaak hebben het over voetbal. En dan zie je weer incidenten na bijvoorbeeld de Graafschap, dat soort dingen. En ook heel vaak hoe spelers kunnen reageren. Maar dit is ook voetbal, hè? En dit geeft ook aan dat spelers dat weer retweeten en noem maar op. Dat geeft ook aan hoe dat leeft bij die jongens. Dit vind ik weer de mooie kant van de hele voetbalwereld. Hè. Ja, weet je wat ik het mooiste vind? Het is niet geprogrammeerd, het is niet gekunsteld. Dit komt op omdat die jongen dat heeft, maar die loopt daar al lang mee. Mm. En dat vind ik eigenlijk het mooiste. Want de meeste coaches die roepen nu allerlei filmpjes en we laten dit zien, we laten dat zien. Ja, iedereen heeft Steve McLaren inmiddels dus we gaan al, maar dit is iets wat in een ziekenhuis, maar dit komt uit het hart. En de jongen die loopt al lang daar en die knokken met die hele familie voor iets anders dan voor een overwinning. Ja, een overwinning in het leven. En dat vind ik eigenlijk het mooiste. Dat is ook het belangrijkste, toch? Allerbelangrijkste. Ja. Ja, toch? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Dit is echt wel een heel indrukwekkende filmpje als je het zo ziet. Maar dit valt ook niet te regisseren. Nee, maar dit komt ook wel binnen. Als je dit, ik vind dit best wel heftig. Ja. Eens even kijken waar we nu naartoe gaan.